Ik ben Ineke van Gent en ik wist niet wie Richard Nixon was. Ik ben Emiel Roemer en ik dacht dat Boris Jeltsin nog leefde. Dus. Ja, ik ben Herman Pleij. Ik weet alles van iedereen vanaf de vroege middeleeuwen tot nu. En alles ervoor en alles na en ook ertussenin, want daar ben ik in gespecialiseerd. Iedereen kan mij midden in de nacht wakker maken voor cultuurhistorische duiding van alles en iedereen in welke context dan ook, mits er een camera of een microfoon bij aanwezig is. Dapper, hè, van Herman. Nee, ik ben jullie docent. Ik ga jullie vertellen wie er nog leeft en wie er dood is. Ding, flop, niks. De uitgelezen ezelsbrug om even na te gaan wie er allemaal van ons heen zijn gegaan. We beginnen met de D van Genghis Khan, die is dus dood. Onthoud dat. Alle Indianen, Napoleon, grote, maakt niet uit wie, Alexander, Peter, Frederik zijn allemaal dood. Fortuin, Luns, Otto van Bismarck, Pol Pot en natuurlijk Richard Nixon. Ineke, is misschien wel even leuk voor jou om te weten. En dan is er natuurlijk ongelooflijk belangrijk de instinkers. Categorie kantje boord zijn de mensen die op omvallen staan, zou je kunnen zeggen. Ariel Sharon, Helmut Kohl, Thatcher, schrijf maar op. Castro, Friso, Videla, Assad, de paus. De paus is een geval apart, moet ik even vermelden. De huidige paus leeft nog net. De meeste pausen zijn natuurlijk inmiddels dood. Maar onthoud maar als vuistregel, schrijf maar op. De paus leeft in principe altijd. De Noorse premier Anders Breivik heeft vandaag in Dagblad de Pers gezegd dat Japan uit de eurozone moet. Zat ook al in Nova gisteravond. Wat vindt u ervan? Ja, het is, ik heb het ook gelezen in de pers. Anders Breivik laat zich weer niet echt van zijn sociaalste kant zien op deze manier. Want Japan is natuurlijk een erg sterk euroland. En we zijn... Ja, stop maar. Je vergeet het stappenplan. Oh god, het stappenplan. En bovendien, Japan is niet een sterk euroland. Want ja, die hebben het ook heel moeilijk. Nee, wacht even. Stappenplan. Eerste vraag aanhoren, dan tot 10 tellen. Dan Drees is dood. Lady Di is dood. Dries van Acht is levend. Saddam Hussein is dood. Jozef Stalin ook dood. Yoko Hen is levend. Ik geef het dingen, wist ik ook niet. Dan hebben we volgende week alweer schriftelijk overhoring. Nou. Volgende week? Ja? Ik ga volgende week naar een concert van Whitney Houston. Ik moet even plassen. Mevrouw van Gent, wat vindt u van de bevindingen van de commissie De Wit over de rol van Wouter Bos tijdens de kredietcrisis? Ja, daar trap ik niet in. De gebroeders De Wit zijn in 1672 vermoord. Dus nee, als u mij toestaat, ga ik weer gewoon aan het werk. Dag. Goedendag. Nou zeg, dat ik u hier toch mag tegenkomen. Ik ben uw grootste fan. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat u dood was, meneer Geesink. Maar ja, die fout die maak ik niet meer. Jawel.